Ja, doe mijn intro, jongens. Zal ik hem doen? Ja, graag. Hallo kijkers, welkom dat je kijkt naar een nieuwe Tomb Raider video. Vandaag gaan we verder, maar ja, weet ik eigenlijk niet. Maar dat gaan we wel zien. Heel veel kijkplezier en zo, ja. Zelf. Dankjewel, Robert. Alsjeblieft. Tomb Raider, continue. We hebben 27% weer van het hele story ding afgesloten. Ik ben best wel benieuwd hoe ver we nog moeten, want we hebben al best wel veel gedaan, naar mijn gevoel. Dus ik ben benieuwd, want volgens mij heb je ook gewoon allemaal sidequests en zo, dus weet je, we gaan het zien. Eens even zien. We gaan hier weer lekker huppelen. Ik hoor mensen, maar ik wil hier even kijken. Kijk, deze kan ik in principe in de fik steken. Hoppa. Misschien komt er wat uit of zo. Oh, salvage. Boom. Oh, nog meer rifle parts. Steek aan dat ding, Pieter. Steek aan dat ding, Pieter. Steek aan! Nou, wat mooi. Schrok me de tering door dat geluid, omdat ik op mijn hoofd klonk tegen dingen stoten. Nou, dan gaan we even deze man opzoeken. Kachaka, kachaka, kachaka. We gaan wisselen naar onze shotgun. Jeet. Ah, nee. Dat was iets te enthousiast, denk ik. Derde man, hallo. Die is waarschijnlijk hier naar beneden gevallen, of niet? Hallo? Dat is wel heel diep. Ligt er hier nog wat dat ik kan pakken of zo? Nee, denk het niet. Even kijken. Gaan we switchen onze boog. En dan flop. En dan hak. En dan gaan we. En dan pakken we ons shotgun. Boom. En een cutscene. Eens kijken. No, Sam! No, Sam! Nou, moeten wij. Oké. Oh, nee. La boela. Oké, sorry. Ik zie je niet. Mijn beeld beweegt zo niet goed mee. Zo. Dit is gewoon cheaten, joh. Laten we nu wel van naar beneden gaan. Zo. Kunnen al die man even looten. Nee, ik hoef hem niet aan te steken. Kan dat ding ook uit? Oké, komt ie. Oh. No, man. Ik hoop dat vliegtuig. Boom. Ja, dat vliegtuig gaat natuurlijk ook. Oké. Auw. Oeh. Dit is altijd zo spooky. Soms heb je ook van die glazen bruggen, weet je wel. En gewoon in het buitenland of zo. Dat is cool. Parachute. Moet ik wat doen? Press E to pull. Press Shift to pull. Hé, we gaan wel vliegen. Dit is best wel gaaf. En links. En... Oh, sorry. Oh, sorry. En we vallen nu af. Het zit ook niet mee. Nou, we zijn in ieder geval snel beneden gekomen, weet je. We hebben de opdracht voltooid. Kijk, we zijn er al. Look for first aid open wounds. Even kijken, we gaan hier wel gaan glijden. Ben ik dood nu? Bijna wel. Search for the rescue helicopter for the medical supplies. Waar is die? Helemaal daar. Oh. Ik wil gewoon naar die helikopter. Even een beetje verband en zo doen. Wordt hier boven wel gewoon gevochten. Man. Hallo, gaat alles goed? Hier, lekker warm. Kom dan, piek. Bitch, piek. Even naar voren een beetje lopen zo. Oh, hij duwt me. Kom, piek. Kijk, wat zijn ze? Een kraai. Oh, er kwam bloed uit de kraai, maar hij vloog weg toch? Springen, dat moeten we niet doen. Muziek wordt spannend. Jump en... Auw. Ik wil gewoon een beetje bench voor deze dame. Oh, springen kon niet, sorry. We need some supplies. Wacht jongens. Even plaspauze, ik moet pissen. Zijn we? Resume.
Hello? Lighter. Oh, nu kan ik vuurpijltjes maken natuurlijk. Kijk. Ze doet het nog ook, actually. Waarom deed je dat? Ik snap het niet. Ik maakte gewoon een grap daarover. Of had ze gewoon haar wond dichtgebrand? Ik dacht dat ze gewoon haar zelf stak, joh. Ja, fire arrows. Ik ben in een kind of shanty town near the fortified palace. I'm still coming down the hill. How did you get there so fast? Long story. I can see the town from here. Are you near that large gate? I'm heading towards it. It's the outsider. Oh, shit. Oh. Ja. Dit wordt even lekker knallen. Let's go. Och, first need to pick up. Ik snap het niet. Hallo? Ik wil hier weg. Wacht even. Wacht nou even. Oké. Okay. Oh, Molly. Wacht even, ik snap het even niet. Dat was een suicide bomber. Oh, dat was het ook echt. Die laatste kogel van me. Ik wil hier weg. Mash E2 crank. Oeh, dat gaat niet. Misschien kan ik dit in de fik steken. Kijk aan, Peter. Oké. Okay. Dynamiet. Wauw. Ja, nu is die ladder weer kapot, man. Bam. Boom. Dynamiet. Where are the others? Still locked up inside, but I know where they are. I don't know where they are. En nu zit er opeens een fabriek of zo. Of ik. Hekky. Find your way to Grimm. Oké, okay, kunnen we deze niet gebruiken? Ja, jawel. Schitterend. Oh, oh, ik wil er boven langs. Jeet. Kijk, opa. En dan maar zo. Oh, Jezus Christus. Oh, sorry. Oké, okay, sorry. Dus dan gaan we deze maar op, denk ik, hè? In principe is het genoeg, toch, zo? Dan blijf ik hier gewoon opzitten, toch? Salvage! No! Oh, daar is een campsite. No, man! Nee, niet doen. Opa. No, Grimm. Kijk, zo gaan we hier gewoon weer op. In principe is er weer niks in de buurt. Waarschijnlijk dat daar een paar mannetjes. Oké, okay, lama. Hij wordt gekilled van heel erg ver. Boom. Oh. Dat is keihard. Klinkt als een sniper of zo. Lijkt me echt fel. Dat is gewoon een sniper heb je. Mag ik niet gewoon zo'n sniper krijgen? Lijkt me veel cooler. Kijk eens aan. Even kijken hoor. We gaan hier boom gelijk op. We gaan dit gewoon een beetje rushen. Boom boom boom. Of we stoppen hier. We gaan het de volgende aflevering doen. Wat vind je daarvan? We gaan het lekker zeven, lekker afsluiten. Komen op allemaal nieuwe dingen met een gekke molen en zo. En ja, I don't know. Waarschijnlijk volgende aflevering weer. Zien we wel weer wat we tegenkomen. We gaan in ieder geval dat hele paleis in. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef natuurlijk even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Wil je nou niks missen van mij? Abonneer dan even hier beneden. En het laatste wat ik zeg is mazzel. Underneath the rose of trees, I will see you where the ocean meets the sky.